Alsjeblieft. Ja. Dankjewel. En Jaap, alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Wij zetten ons in om zoveel mogelijk stamceldonoren te registreren in Nederland. En hoe doen jullie dat? Nou, dat doen we op heel veel verschillende manieren. We proberen campagnes organiseren we onder mensen. En een van de dingen die we ook doen of proberen is patiënten die een stamceldonor nodig hebben te vragen om ons te helpen om meer stamceldonoren te vinden voor de bank. Jullie gaan nu sokken aan patiënten geven. Voorheen zamelden jullie geld in. Waarom hebben jullie nu gekozen om sokken te doneren? Ja, ik denk dat patiënten die zoiets vreselijks moeten meemaken, toch een warm gevoel krijgen. En dat symboliseren die sokken, warme voeten. En hopelijk krijgen ze dat ook van de transplantatie die ze misschien ondergaan. En dan helpt het ons enorm om zoveel mogelijk donoren te hebben, zodat de kans dat de patiënten beter worden ook zo groot mogelijk wordt en blijft. Ja, ik vind het echt een fantastisch initiatief van Matches. Het is heel fijn voor patiënten dat zij iets tastbaars hebben. En ik vind het idee sokken, warmte, toch een beetje geborgenheid in deze hele moeilijke periode voor de patiënten, vind ik echt een fantastisch idee. Ze mogen geen bloemetje ontvangen. Normaal zou je natuurlijk aan zo'n patiënt misschien een bloemetje geven in plaats van sokken, maar waarom mogen ze die bloemetjes niet ontvangen? Ze mogen geen verse bloemen ontvangen, omdat potwater ook bacteriën bevat. Patiënten zijn erg vatbaar voor infecties door hun verminderde weerstand, door de chemotherapie die wij ze geven en de radiotherapie. Dus dat maakt dat wij geen verse bloemen en planten op de afdeling willen. De sokkenactie staat daar los van, maar dat komt omdat ik ook dit jaar afscheid heb genomen van mijn werk. Ik ben met pensioen gegaan bij MIFP en ik moest een goed doel hebben voor de receptie. En toen dacht ik van, toen heeft Margot mij benaderd en zei van, nou dan ben ik de eerste donor. De opbrengst van de receptie zal gebruikt worden voor het kopen van de sokken. En ik ben heel blij dat we 150 sokken kunnen doneren. De eerste 150 als aftrap voor deze actie. Ik hoop dat ze daarmee een heel warm gevoel hebben. Want ik kan me heel goed voorstellen als je in een ziekenhuisbed ligt, dat je koude voeten hebt. En dat je dan het gebaar dat je daarmee wil uitstralen, dat er ook warmte is. En dat mensen ook aan je denken en ook een warm gevoel aan jou willen geven. Dat wordt gesymboliseerd door die sokken. En dat is een heel erg mooi gebaar.